Als ik deze kant op kijk, dan zie ik sinds 1974 zijn we begonnen. En dan zie je een soort levenswerk, zie ik nog staan. Ik zie de tenten nog staan, ik zie het gebouw nog staan. Ik zie alle inspanning die er gedaan is. Ik zie de ups, maar ook de downs. Het harde werken, de lastige periode. Die zie ik allemaal, ook in die puinhoop. En, ja, die is er nog steeds. En daaruit gloort ook wel weer de hoop en de kansen met alles wat we gedaan hebben. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de enorme brand die vrijdag woedde niet is aangestoken. Er is zeker verdriet, maar het verdriet komt meer in stukjes. Zeg maar, de brand is te groot, het effect om in één keer te bevatten, dat hebben we allemaal. En op verschillende momenten laten we ook de traan, zeg maar, die er ook zeker bij hoort. Toch blijft de familie Karsten positief en zijn ze druk bezig met plannen voor de toekomst. Zeker om snel ook weer onze trots, hè, toch de kassentent waar het allemaal mee begonnen is, om die snel weer in productie te nemen. Dat we terugkomen, dat staat vast.